Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Denniske en vandaag hebben jullie episode 36 van Feestdag en Vrijdag. En ik zat er net eigenlijk aan te denken, episode 36 alweer. We hebben al bijna episode 40 en dus daarna heb je eigenlijk best een redelijk goed lopende serie. Dus ja, we gaan gewoon op weg naar 40, 50, 60, 100, 100 weet ik voor hoe ver we gaan. Oh nee, ze hebben shock charges. Ah, retards alert. Hey, er gaat even bij, lols. Oké, okay. Hey, dit krit pistooltje. Tak, die dingen zijn echt serieus goed, die taks. Ik kan me nog herinneren dat die pistols al fucking sterk waren in het spel. Serieus! Ja, ik ga naar dood door het touw, maar die shock charges is echt... Mensen zeggen allemaal leuke ID shit en zo, maar ik vind shock charges veel erger. Die ID's die kan ik counteren met alleen maar flag jacket. En hier zou je zeggen, ja, je kunt hier ook perks tegen nemen. Maar hier heb je één perk en die helpt echt alleen maar tegen dit, zeg maar. En flag jacket helpt tegen granaten, tegen IED's, tegen RPG's, tegen alles wat irritant is. En daarom vind ik dat veel fijner. Oh lol, ik dacht even dat ik wapen gepakt had. Geef me even die snipe, ik denk dat ik die wel hier kan gebruiken. 3, 2, 1, enemy. Wat, mis? Lol, ik kan ook niet meer quickscope in het spel. En voor die mensen die mij willen zien quickscope, nou ik zeg niet dat ik echt een quickscope video ga maken in Ghost dan niet. Maar ik ga wel een Road to Life sniper cam doen. En daarbij zal ik natuurlijk ook als we nu dan een keertje moeten quickscopen. Om... Nee, dat duurt allemaal te lang. Oh, zit die dodge? Die man die kan me niet sniven. Lol, ik was aan het switchen. Wat een sukkel. Oké, hij was aan het klimmen, dus hij kon ook niet heel veel doen. Maar dat maakt niet uit. Laat maar in mijn eer. Oeh, triple! Deze map is zo chill soms, hè. Daar ga ik dood. Oh, die kerel die schoot niet eens terug. Wat een aap. Oh, come on! Orbital, alles! Hoppakee, facey! ID, waarom komen we ID? EMP, geen ID. Nee, wat? Ik word gewoon geauto door een pistooltje. Ik kreeg geen hits meer. Dit ding is wel overpowered. Dat is gewoon een feit. Twee kozen, je hebt iemand dood. Maar ik schoot er gewoon scheef, dus... Karma, you're a fucking bitch. Ik ben de enige in heel mijn team die hier eventjes zorgt dat er dingen komen, weet je wel. Leuke, weet ik veel, orbitals en EMP's en heel de rattenplan. En we krijgen weer terug, ik krijg een tomahawk in mijn kop, omdat mijn team weer aan de counter springt. Serieus. Wat? Enemy orbital, hoorde ik dat nou goed? Ik hoop het niet. Ik hoop serieus dat ik dat niet goed heb gehoord net. Ik denk het niet, want die kerel die liep echt als een slow-mo gewoon om de hoek. Oké, dit is misschien gevaar. Ah, dammit, die enemies zitten daar allemaal nog. Come on. Let's go, die kerel had een shotgun daar. En ik ga gewoon even achter deze aan. Misschien heel stom, ik ga helemaal naar de andere kant van de map rennen. En ja, dat is heel stom. Alsjeblieft, zeg dat hij er blijft... Nee, hij is naar beneden gesprongen. Ik wou zeggen, zeg dat hij blijft staan. Ben ik er eindelijk en dan valt hij dood neer. Volgens mij had mijn teammate een orbital, want die orbital blijft heel lang en dit is niet mijn orbital en hij is weg. Come on. Oh, daar had ik heel veel geluk. Oké, ik wist dat hij eraan kwam, dan stond ik in het hoekje hoor. Dus als er nou mensen gaan bitchen van, dit te campen, dan zeg ik echt, fuck jou. Let's go. Weer een orbital. Damn, iemand zit wel op een streak. En dat ben niet ik. En ja, ik heb al mijn score, daar moet ik niks van zeggen. Ik denk dat het steeds een ander team uit is die al die dingen had. Let's go. Losing Bravo. Ik heb hem ook weer. Ja, het blijkt hier Orbital Festival te zijn. Oh, die kerel is al dood. Je kijkt hoe makkelijk het kan gaan soms, hè. Continu de enemies. Oh shit, spant echt één direct achter mij. Kijk die spawn. What the fuck? Call of Duty! What the heck? Ik heb slechte spawn, maar ik kan het overdrijven. Nee. Is er weer een nieuwe orbital of is die oude nog niet weg? Nee, die oude is nog niet weg, hè? Alleen moet er een timer in beeld staan wanneer hij weggaat. Hij is nou weg. Ah, nee! Deed iemand anders nou. Nee, ik doe 20 seconden voor het einde mijn orbital. Dammit, ik doe dat zo vaak. En ik weet niet, volgens mij deed een andere team het ook nog eens de orbital, tegelijkertijd met mij. Nee, ik zag hem aankomen, hij had een shotgun. Dat had ik al geluk hoor, daar geef ik toe. Oh my fucking god. Dennis is een submachine gun van veraf. Ik raak alles behalve de enemy.
Nee, ik kon die kill challenge. Dit is zo dom van mij. Echt 20 seconden voor het einde denk ik, oh, top. De enemies reeds kut ook, dus in principe maakt het niet uit. Want ik had hem kunnen bewaren. En dan had ik er de volgende ronde toch niks aan gehad. En clean shot. Netjes. Hij zag hem alleen al aankomen, waarschijnlijk op UV of zo. Of hij liep langs de ramen, ik heb niet echt op zitten letten. Ik hoop dat er wel mensen joinen, want ik weet niet of ik echt op een streakje zit. Volgens mij wel een beetje richting de 20. En op zich, 20 is toch al leuk. Ik bedoel, ja, waarom ook niet? Dat hoeven we, hoeven we ons niet voor te schamen tenminste. Het is al leuk. Ik ben alleen bang voor een sniper. Hey, deze kan... Shotgun zelfs. Wel pas, die shotgun mensen. Shotguns en snipers! Oh, van sniper! Jij was niet op de minimap, want je had geest. Ah, ik haat je. En nu komt er een orbital. Really? Had je niet 1 seconde eerder kunnen zijn? Nou, ik denk niet dat ik... oh shit. Ik denk niet dat ik degene ben die mag gaan klagen. Want die teammates halen ze wel. En daar moet ik blij mee zijn. Dus enorm bedankt daarvoor. Voor de mensen. Misschien dat hier Nederlanders in zit. Volgens mij zat er een Nederlander in. Dus ik weet niet of hij überhaupt orbitals heeft gehaald. Maar die bakka. Zou in principe kunnen. Hij zit 38. Of 38, we zeggen nou 18 om 3. Mijn kill. Ha. Weet je dan. Hoe komen we 38? 18 om 3. 38. Ja. Yeah. Nou, 30 om 4. Ik vind het jammer. Ik denk dat het wel een mogelijkheid had kunnen zijn. Vooral omdat er nou weer nieuwe enemies joinen en zo. En die weten helemaal niet wat er overkomt. Dat is altijd kunst. Als er nieuwe mensen joinen, die weten helemaal niet dat er een orbital in de lucht was of zo, weet je. Ja, nee. Wat is dat voor iets, Dennis? Wat is dat voor iets? Dit ding is echt sterk. Ik vind het echt een fijn wapen. Ren nou niet allemaal voor mij weg. Ik zweer het je. Ze spawnen hier constant. En, ah, hij is er boven. Ik dacht even, of boven is er binnen. Ik dacht even in de boven was gelopen. Dit is gewoon stom. Wat? Niemand doet er iets tegen. Oké, rennen. Ze zit achter mij. Hop, weg. Ik zag het. Hij kwam achter me aan. Er zit eentje boven. We staan helemaal niet veel punten voor. Dat is echt heel gunstig eigenlijk. Als je nou gewoon op streak zat, dan duurt een match lang. En ja, je hebt constant je orbitals. En dit is echt de perfecte lobby. Het is alleen jammer dat ik het hier gewoon niet eens in kan halen. Dus ik faal. Ja, wanneer faal je eigenlijk? Ik heb wel een leuk score zo. Ik weet niet wat die enemy gaat doen. Ik weet wel dat hij target fire line machine gun heeft. Teammate, die loopt er nou langs. Ik hoop dat ze hem killen. Ik vertrouw die kerel niet. Ik hoor een shock charge. Hij gooit een shock charge, hij haalt de light machine gun, hoorde ik aan het geluid. Waarschijnlijk een target fire light machine gun, want dat is gewoon standaard wat mensen doen. Dus daarom zei ik, maar hij haalt de light machine gun, ik hoorde het aan het geluid, ik weet het 150% zeker. En... oeh, die man die lagt, of ik lag. Nou, ik denk eerder hij. Hoppakee, we zijn weer aan de bak hoor. Ik weet niet of het nou net iemand anders de ding in had, maar weet je wat ik omgeef? Helemaal niks. En weer de IED. Waarom zeg ik steeds IED? EMP, jezus. Dit is echt een orbital festival. Wauw. Alleen ja, die enemies race quit, kijk aan. Misschien komt het door mijn EMP's. Zoveel mensen zeggen dat je nooit EMP's moet gebruiken, want mensen gaan race quit dan. Ik weet het niet. Aan de ene kant zou ik zeggen ja, want dan zien ze ook echt dat ze gewoon geowned worden, zeg maar. Als jij constant hebt dat jouw radar gejammed wordt, dan denk je van, nou, dit is een kut lobby, lieve. Maar als iemand een orbital heeft, dat weet jij in principe niet. En ja, dan blijf je er waarschijnlijk wel gewoon in. Dan denk je gewoon dat je kaart geowned wordt omdat je slecht bent, zo. Terwijl die mensen al 3 minuten eerder aan zijn komen. Ik heb nog geen 1 kill kunnen maken met mijn eigen... orbital. Jezus, ik blijf op mijn inlopen. Wat? Wat is dit? Oké, we gaan wel gewoon rennen. Want... wat? Hij had mijn kill. Klootzak. En dan ga ik zeker dood. Ik ben er nu in 3 tellen in mijn rug. Nee. Het is vrij stil ook. Heeft niemand een UV'tje of zo? Gewoon een heel simpel UV'tje? Gewoon zo'n goedkoop UV'tje of zoiets? Nee? Zelfs mijn teammates gaan gewoon in de lucht schieten, omdat ze dus hebben van, er is niks meer te doen in dit leven. RCXD, ik wil 40 kills. Dat gaat wel lukken, we hebben nog zat tijd. Hier, hoppakee. We hebben onze... ik kan mijn UV en iemand dan zegt, oh ja, ik heb nog een orbital in mijn broekzak zitten. Die keer heeft mij niet gezien, hopelijk kan ik net op tijd zijn. Oké, hier loopt er ook nog een. Ik moet deze wel eerst. Let's go. What the fuck? Dit is zo gewaagd. Kerel, is hij nou dood of niet? Dat is zo moeilijk soms om te zien, want dan verdwijnt hij niet gelijk. Hey, jongen, ga niet mieten. Rennen. Mijn kills. Nee, je bent te laat. Je bent altijd te laat. Maar deze spawn hier, dat vond ik eigenlijk net al te gek. Daar bleven ze maar spawnen. Dat was wel lelijk.
Maar ik denk dat er niet veel meer van terecht komt van deze match. Ik denk dat we op z'n eind lopen 42-4. Maar ik kan jullie wel vertellen, het was een Orbitor Festival. Ja. Meer kan ik in ieder geval zeggen. Ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat even een like achter. Abonneer voor meer. En ja, tot de volgende keer maar weer. Dus waarschijnlijk dat ik vandaag nog een video upload. Ik moet even kijken wat ik ga doen. Want ik ga zo meteen een film kijken. En dat is Wolf of Wall Street. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Ik heb hem net gedownload. Legaal, hè. Maar ik ga hem zo meteen eens kijken. Dus ik ga even kijken wat ik nou nog snel kan recorden voor morgen, tweede video. Dus waarschijnlijk die Road to Live 30 Million Points. Want die had alweer 400 plus likes gehad. Dat vond ik echt weer fantastisch. Dus waarschijnlijk dat ik dat doe gewoon om te laten zien. Als jullie liken, dan zal ik ook ervoor zorgen dat de video's online komen. In ieder geval, ik zie jullie volgende keer weer. Dus tot dan. En houden we.